Zaterdag 29 juni, we staan bij Harlekijntje. Vandaag is er een peuterkermis georganiseerd geweest op het terrein van het Harlekijntje. Moet ik zeggen, voormalig Harlekijntje, want juf Aatje die voor mij staat kan vast meer vertellen over de toekomst die nog te gebeuren staat wat betreft het Harlekijntje. Nou, Harlekijntje, ja, voormalig Harlekijntje bijna. We gaan dicht met de zomervakantie. En dan gaat de peuters bij de scholen in Wezep bij 4 scholen. Dat is de Bron, de Rank, de Uilenhorst en de Meidoorn. En dan hebben we een lokaal of een andere setting in het gebouw. Waar we met de peuters gewoon verder gaan zoals we nu altijd gedraaid hebben. Dus geen ongerustheid bij ouders zou ik zeggen. Alles gaat gewoon door. De peuters zijn in bescherming? Ja, de peuters zijn helemaal in bescherming genomen. Het is eerder positief dan negatief zou ik denken. Ik krijg straks een mooie doorgaande lijn op school. Peuters zien de kleuterschool al, de juffen al. We gaan samenwerken, activiteiten met school. De doorgaande lijn, ontwikkeling van de kinderen. We gaan samenwerken met thema's. Dus het is alleen maar heel positief, zou ik zeggen. Wat hebben jullie vandaag gedaan? Want jullie hebben het seizoen zeg maar afgesloten. Dat doen jullie elk jaar, vorig jaar ook al met stralende zonneschijn. Vandaag iets minder, een beetje wolkjes nog aan de lucht. Maar de pret was er denk ik niet minder om. Nee, het is perfect weer voor een peuterkermis. Niet te warm, droog, lekker zonnetje af en toe. Wat we vandaag gedaan hebben is een leuke dag maken voor de kinderen. Zodat ze gewoon wel naar de speelzaal kunnen. Niet in een busje gezet worden en ergens heen gaan. Dat vinden wij niet veilig. Dus vandaar dat ze dat op eigen terrein doen. We hebben vandaag springkussen gehad. Een poepsjoelen gebeuren. Van allerlei leuke activiteiten. Schminken, ijskoolkar. Nou, noem maar op, koe melken. Er komt oranje uit in plaats van melk. Maar allemaal leuke dingen. Voor je werd gelijk al aangesproken door de juf met de grabbeljurk. Ja, de grabbeljurk. Cadeautjes pakken is natuurlijk ook altijd een feest. De schat zoeken in de zandbak. Enzovoort, enzovoort. Allemaal leuke dingen gericht op de peuters. Op eigen kosten? Op eigen kosten. We verkopen bonnetjes dat het kostendekkend is. Maar we maken geen winst. Het kan net uit. Net als je iets betaalt voor een schoolreisje, betaal je ook iets voor een peuterkermis. En is gewoon kostendekkend geweest allemaal. Nou is de aanstroom van peuters natuurlijk elk jaar weer een feit. Hoe kunnen mensen meer informatie krijgen over waar hun peuters terechtkomen als ze opgevangen willen worden? Nou, de ouders kunnen terecht nog steeds bij Harlekijntje tot aan de zomervakantie. Kunnen ze gewoon informatie opvragen en zullen we ze doorsturen waar ze informatie kunnen krijgen en hoe ze zich kunnen aanmelden en voor welke school. Ik ben bereid om alles uit te leggen, ook hoe het zo gekomen is. En verder kunnen ze zich bij het kindcentrum aanmelden waar we mee samenwerken. Bestuurlijk vallen wij onder kindcentrum hier in Wezep. En die zit aan de Wolthuisweg. Dat is het kinderdagverblijf, zeg maar. Hilde Wolters is onze directeur. Daar kun je zo naar binnen lopen om wat te vragen of heb je dat liever even andersom? Ja, andersom. Even mailen of bellen is denk ik handiger. En dat kan ook bij Harlekijntje. Mag je bellen, maar dan mag je ook binnenkomen lopen. Dat is geen probleem. Het gebouw? Het gebouw, ja, wat ermee gaat gebeuren is nog nieuws. Wat me te bedenken is, dat staat vlakbij het oude Johan Vriezerschool gebouw, wat ook eigenlijk al half dicht getimmerd staat. Niet echt een schoon aanblik voor Wezep. We hopen maar dat dit ook niet gaat gebeuren met dit gebouw. Nee, dat hoop ik ook niet. We hopen dat er binnenkort weer een nieuwe huurder in komt. Er wordt wel aangewerkt, dus ik weet het nog niet. Het is niet zeker nog. De toekomst van het Harlekijntje is dus gezekerd, zeg maar. Jullie gaan alleen op een andere plaats verder. We gaan op een andere manier door, ja. Dus de peuters die kunnen gewoon door, zoals het nu gaat. Beschermd nogmaals. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan.